Hallo, ik ben Janneke van Vlaer en ik ga vandaag opnieuw het Start to Sew project aan. Ik zit hier samen met Céline van La Maison Victor en wij maken vandaag de Astertrui. Céline, vorige keer hebben we de patronen in PDF-bestand gekregen. Ja. Deze keer gaan we dat niet krijgen, hè? Nee, dat klopt. Deze keer kan je de patronen vinden in ons magazine van mei-juni 2016. Oké, dus iedereen naar de winkel voor deze editie van La Maison Victor. Voor we gaan beginnen hebben we weer onze maten nodig. Deze keer gaan we onze borstomtrek opmeten. Dus je gaat met de lintmeter even kijken op hoeveel je komt en dan kijk je in de matentabel. Deze keer werken we niet met het PDF-patroon, maar zitten de patronen in het midden van het boekje. Ja. Zo. En dan hebben we blad 1 en 2 nodig, want daar staan de patroondelen van onze astertrui. Wat mij onmiddellijk opvalt aan dit patroon is... Er staan verschillende dingen op, dus we gaan daar niet in kunnen knippen. Nee, dat klopt. Dus we hebben van een aantal modellen de patronen op deze twee blaren moeten verzamelen. Mm-hmm. Maar die dat wij nodig hebben, dat zijn de blauwe. En wat gaan we nu moeten doen? Is het patroonpapier erop leggen en dan alle delen overtekenen. Ja, dus ze hebben zeker patroonpapier nodig om verder te kunnen. Ja, dat klopt. Oké, patroonpapier kopen. Zo. Voilà. Wat je ook zeker niet mag vergeten, Janneke, is op elk patroondeel kijken of dat er merkjes moeten komen. Mm-hmm. En de pijl van de draadrichting en de letter, zodat we zien dat we alle delen hebben. Oké, en de pijl, dat is niet zomaar klakkeloos even een pijl tekenen, dat is echt de pijl volgen. Ja, dat is wel belangrijk, want die moet dan aan de rand van de stof. En als dat scheef is, dan gaat onze stof scheef geknipt. Voilà, Céline, het patroon is getekend en nu moeten we waarschijnlijk zoals vorige keer maatwaarden bijtekenen. Ja. En wat moesten we dat nog doen? En dan uitknippen. Ah ja, voilà. Dus overal rond alle patroondelen 1 centimeter, mm-hmm. behalve aan het voorpand en het rugpand, want daar zitten we weer met die stofvouwen. Ja, dus aan het midden van voor- en rugpand moeten we geen 1 centimeter bijtekenen. Oké, dus overal 1 centimeter behalve aan voorkant en rugkant. Ja. Céline, we hebben alles uitgeknipt. Ja. En nu moeten we beginnen stikken, zeker? Ja. Ja, dat klopt. Dus nu gaan we eigenlijk de voorkant aan de rugkant bevestigen. Mm-hmm. En dat gaan we doen door de schoudernaden te stikken. Ah ja. Dus je spelt eigenlijk de schouders met de goede kanten op elkaar. Mm-hmm. Dus zo. En dan kan jij beginnen stikken. En vergeet zeker niet te hechten van voor en achter. Ah ja, oké. Alsjeblieft. Dank je. Stof eronder. Zo. Dan mijn voetje naar beneden. Zo. Naald in de stof. Voilà. En dan achteruit. En dan achteruit. Voilà. En dan helemaal terug vooruit. Ja. Zo. Zo. Ja. Super. En dan de volgende stap is de mouw. We hebben twee mouwen. Mm-hmm. Waar we nu goed op moeten letten, is dat we de linkermouw aan de linkerkant zetten en de rechtermouw aan de rechterkant. Ah ja, oké. En hoe kunnen we dat zien? Dat is eigenlijk door de knipjes, de merkjes dat we hebben gegeven toen we de stof knippen. Ja. Dus vooraan hebben we één knipje, achteraan twee knipjes. Mm-hmm. Dus één knipje moet aan het voorpand, twee knipjes aan het terugpand. Oké. En dan spelden we het. Zo helemaal rondom vast. Best eerst de knipjes op elkaar leggen. Ja, dan is het zeker gelijk, hè? Ja. Dus dat is eigenlijk wel echt het belangrijkste dat ze moeten doen. Als ze het patroon hebben afgetekend, toch zeker die knipjes echt niet vergeten, want anders zit je echt met problemen. Hè? Ja, inderdaad. Nu mag jij op 1 centimeter helemaal zo in die ronding stikken tot aan het einde. En dan begin en einde weer hechten. Weer hechten. En een bocht stikken?
Ja, dat is eigenlijk net hetzelfde, maar je gaat met je handen meer moeten je stof laten begeleiden. Ja. Hier begint met een bocht. Komt goed. Toch niet zo moeilijk. Hè? Nee, ga verder aan voor een keer. Hè, al. Het trager in de bochten gaan, kan je niet laten. Nee, nee. Ja. Ja. En nu de andere mouw. Oh ja, die is er ook nog. We hebben twee mouwen. Oké, deze leggen we even aan de kant, want nu gaan we de kraag eerst voorbereiden. Ja, juist. Daarvoor hebben we deze twee deeltjes nodig. De korte kant is voor vanachter, de lange kant is voor vooraan. Dus wat gaan we nu doen? Met de goede kanten op elkaar leg je zo die zwaluwstaartjes zo, op elkaar. Ja. En dan gaan we zo stikken, zo, tot daarin punt en dan terug zo. Dus eigenlijk een V-stik. Ja. Oké. Okay. Nu stikken tot in het puntje eigenlijk. Naald helemaal naar beneden in de stof. Persvoet omhoog. Mm-hmm. En dan stof draaien helemaal. Naar... Zo, naar die kant. Ja. Zo. Nog. Zodat die, ja, ja, zo. En dan persvoet terug naar beneden. En dan tot aan het einde stikken. Dus nu gaan we dat hier korter afknippen. De naadwaarde uittunnen, zoals dat zeggen we daar tegen. Mm-hmm. En ook knippen naar het puntje om het draaien. Want ze hebben ze moeten omdraaien om dat te vergemakkelijken. We hebben nu de band omgedraaid, dat de goede kant naar buiten ligt. En is op de naadjes die we genaaid hebben, is plat gestreken. Ja. Dan bekomen we eigenlijk de halsboord. Oké. Okay. Wat gaan we daar nu mee doen? Onze halsboord gaan we op de goede kant van onze stof spelden. We hebben daar ook allemaal knipjes in. Mm-hmm. En in ons kledingstuk zit aan de hals ook knipjes. Dus die leg je weer op elkaar. Eigenlijk moeten al die naadjes mooi op elkaar komen. Ja. Céline, vorige keer moesten wij stikken met een elastische steek. Ja. Doen we dat nu nog altijd of niet? Ja, dus het hangt er eigenlijk een beetje vanaf welke stof dat je gebruikt. Uh-huh. Dus we hebben het nu voor de mouwen en de schouders niet gedaan, omdat die stof niet meerekt. Uh-huh. Maar om de boord en de mouwen en de zoom straks doen, gebruiken we wel een elastische steek, omdat die goed meerekt. Oké. Dus dan is het wel belangrijk om die te gebruiken. Goed, hè? Ja. De volgende stap is eigenlijk onze trui dicht maken. Mm-hmm. Dus we gaan eigenlijk zo de arm en dan naar beneden voor de zijkanten. Ja. We gaan dat gewoon mooi op elkaar spelden en dan mocht je dat weer op 1 centimeter stikken. Woehoe. Heel goed. En nu? En nu is er eigenlijk nog twee dingetjes dat we moeten doen. En dat is... onderaan onze boord zetten. Mm-hmm. En aan de mouwen onze boord zetten. Ja. Dat is eigenlijk net hetzelfde als hoe dat we dat gedaan hebben bij de rok. Als we die tailleband erop hebben. Mm-hmm. Net hetzelfde principe. Ah ja, oké. Okay. Dus dat zijn we al gewoon. Ja, dat hebben we al eens gedaan. Hè? Bij de zoom leg je de twee delen met de goede kanten op elkaar. Mm-hmm. En stik je de twee korte kanten op elkaar. Dus op 1 centimeter zo stikken. En bij de mouwboord, die leg je dubbel. Yeah. Met de goede kant ook naar binnen. Mm-hmm. En die stik je ook zo op elkaar vast. Oké. Okay. Oei. Aspoel op.
Wie is dat dan nog in gebeuren? Dat ziet er beter uit. Ja, goed. En nu nog bij de mouwen ook. Ja. En nu? Ja, dus nu hebben we onze zoomband in één stuk en onze twee mouwboordjes. Mm-hmm. Ja. Nu plooien we die dubbel met de slechte kant op elkaar. Ah, ja. Dus dat naadje leg je open en dat leg je zo op elkaar. Mm-hmm. En dan plooi je die helemaal dubbel. Ja. En dan strijkt je daar best nog eens op dat dat zoals dat we deden met het tailleband. Ja. En dan bij de mouwkes. Hetzelfde. Ook toeplooien met de slechte kanten naar op elkaar. We hebben ons mouwboord, onze mouw. Mm-hmm. En nu schuiven we de mouwboord over de mouw eigenlijk. Ah ja, juist. Zo. Met de onderkant van de mouw gaan we gelijk leggen met het naadje. Ja. Dus dat spelden we eigenlijk op elkaar. Zo. En dan hebben we aan de andere kant een merkje. Mm-hmm. Zo, en op de mouw hebben we ook een merkje genomen. Ja. Dus dat leg je ook samen. En de rest van de stof verdeel je door de mouwboord eigenlijk uit te rekken. En dan komt dat gelijk en dan kan je dat zo spelden. Helemaal rondom spelden en dan weer stikken. Okay. En dat herhaal je voor de andere kant net hetzelfde. En bij de zoom ook de zijkantjes aan de zijnaden stikken. Ja. En vooraan en achteraan de merkjes op elkaar en helemaal rondom stikken. Va? Oké, super. Keigoed. Ja? Dan is hem klaar, hè? Oké. Okay. Dus voilà. Misschien nog eens voor de kijkers. We hebben eigenlijk gewoon deze handeling 3 keer herhaald, hè? Dus de mouw maal 3. Ja, dus met de mouw 2 keer en dan met de zoom net hetzelfde eigenlijk. Ja, zie zo. Dit is de Astertrui. De Astertrui, jawel. Nu is het aan jullie. Veel succes en tot een volgende keer. Want wij zien hem wel zitten, hè? Absoluut. Salut! Bye!